dames, gefeliciteerd met het jubileum. Dank u. Ja, want jullie zijn een jubileumcommissie, hè? Ja! Ja, maar hoe is het idee eigenlijk ontstaan om dit te gaan doen? Spontaan. We begonnen aan de bar. Ja. We zijn met z'n drieën, ik weet het niet, met wie zelfs eigenlijk. Toen zeiden, goh, we zoeken nog mensen voor de jubileumcommissie. Ik ga het ook nou doen. En zo is het ontstaan? Ja, zo is het echt ontstaan, ja. En hoe hebben jullie nou vandaag de dag ingevuld? We begonnen met gewoon kennis maken, een kopje, welkom drankje. Ja. En om 4:15 heeft Jan Uithof het openingswoord gedaan. En toen hebben we 6 uur buffet gehad. En nu vanaf 8 uur de digital eating. Het is een hele gezellige avond vanavond. Maar dan heb ik nog een vraag aan jullie. Hè. Wat is jullie leukste moment op de tafeltennisvereniging? Hebben jullie een leuke herinnering eraan? Ja, een mooi moment wat ik vond was toen we in 2006 Nederlands kampioen werden. Aha. Blijft een mooi moment. En ja, voor de rest de leuke trainingen en de leuke activiteiten die we doen bij de tafeltennis. Altijd fijn en gezellig natuurlijk. En gewoon de club op zich al met alle mensen en de clubgenoten. Ja, maakt het tot een fijne club samen. Ah, kijk. En heb jij toevallig een leuke herinnering? Nou, voor mij was dat vorig jaar. Toen werd ik met mijn vader kampioen in de tweede klasse. En dat was eigenlijk wel bijzonder, want ja, met je vader en team spelen doe je al niet snel. En man op hetzelfde niveau. En ook nog samen kampioen worden, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, dan kom je. Ja, als jij terugkijkt. Er zijn heel veel leuke momenten. Ik zou maar, niet 1, 2, 3 en zo heel snel. Nee, eigenlijk is alles leuk. Alles leuk. Ja. Leuke club. Leuke clubgenoten. Ja. Heb jij er toevallig in? Ja, ik heb er nog wel één dat we voor het eerst naar de eerste divisie gingen. En wanneer was dat? Oeh, dat is een hele goede vraag. 2010 of 2011. Oh, nee. 2010, 2011 geloof ik. En voor de rest hebben we een heel ja, ik vind echt dit van een hele leuke club. Okay. Leuke mensen en ik ben er trots op. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Hetzelfde, een leuk team, leuke vereniging. Goed, 25-jarig jubileum was altijd heel erg leuk geweest. 40-jarig jubileum was leuk. En nu weer. Die heb je allemaal meegemaakt? Ja. Jemig. Ja. Best. Ja. Sorry. Ja. Nee. En heb jij toevallig... Dat was voor mij hetzelfde. Gewoon leuk team, leuke mensen. Leuk feestje vanavond. Daar gaat het om. Dames, heel veel plezier. Dankjewel. En bedankt, hè. Ook bedankt. Tot ziens. Tada. Je mag meezingen trouwens, dat is niet zo heel moeilijk. Jongens aan de tafel, kom er ook even bij, man. Even gezellig. Yes, gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum van de tafeltennisvereniging hier in Deelswaard. Dankjewel, ja, dat klopt. Ja. En dat is een heel bijzonder moment. 50 jaar, een halve eeuw. En vanmiddag zelf ook allemaal mensen gesproken die ik zelf niet kende, maar ook bij de club aanwezig waren en gespeeld hebben en ook op een best hoog niveau. Ja. En hele ontwikkeling gehoord van Jan Uithof. Die is er sinds vanaf het begin is hij erbij bij de vereniging. En heeft heel veel meegemaakt en heeft er ook in zijn speech heel veel verteld over de ontwikkelingen van de club, van de vereniging. Met betrekking tot de sport, maar ook als vereniging zelf. En dat is ook heel mooi om te zien. En zelf heb ik ook heel veel diverse mensen gesproken die ik zelf dus niet kende. En maar vroeger wel... zit jij bij de vereniging? Ik zit sinds een jaar of 14 of zo bij de vereniging. Ik ben zelf een van de twee trainers, maar zelfs ik heb heel veel... nieuwe gezichten gezien. Ja, heel bijzonder als het ware. En dat is ook heel mooi dat je op zo'n dag iedereen hier komt. Die lid is geweest en die de mogelijkheid had om hier te zijn, hier is en die kan spreken. Dat is dus ook gebeurd. Je bent een van de oudste leden van de tafeltennisvereniging. Ja, klopt. Wat is jouw leukste herinnering aan de tafeltennisvereniging? Of een van de leukste, maar zeg nou, goh, dat wil ik toch nog even kwijt. Wat zijn de leukste herinneringen? Nou,
de kennismaking met die oude leden, weet je wel? En herhalen van, zo deden we dat toen. Heel opmerkelijk was, toen de tafeltennisvereniging was opgericht, ja. Toen was hij alleen maar toegankelijk voor Rooms-Katholieke leden. Is dat zo? Ja. Maar ben jij nog bij de oprichting geweest? Nee. Nee, oké. Nee, maar ik ben in 67 hier komen wonen en die vereniging is in 64 opgericht. Ja. Ja. Nee. Maar door veel gesprekken met die mensen, want ik was al heel gauw zat ik in het bestuur van de Rooms-Katholieke Sportvereniging actief. Ja, en daar was het een onderdeel van. Oké. Ja. Hebben we al met elkaar gesproken en gezegd van jongens, maar wat geeft het predicaat RK als voordelen? Waarom moeten we dat doen? Zeg, er zijn genoeg mensen die willen tafeltennissen en die moeten we buitensluiten. Zeg, wij hebben hier de ruimte, wij hebben hier de materialen. Wij... Maar wanneer is dat aangepast dan? Dat is in de eind jaren 60. Toen is dat Rooms-Katholieke eraf gegaan? Is de Rooms-Katholieke eraf gegaan. Ja, oké. Toen werd het ook toegankelijk voor andere mensen. Ja, onder andere Hans Aschermann. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. En Hans Aschermann is zeker 25 jaar voorzitter en secretaris geweest van de vereniging. Ja, oké. Okay. Maar, nou nee, dat predicaat RK ging eraf. En toen hebben we ook al met de binnensportverenigingen van heel Deens, van Deensvaart overlegd om samen te komen tot een omnivereniging. Ah, zo, ja. En dat is in 72 ontstaan. Zie je? Al begin jaren 70. 72. Oké. Okay. En januari 72. Leuk om daar eens even over te praten en aan herinneren te worden. En vooral ook heel leuk, vond ik, tweetal dingen. De viering van het 25-jarig jubileum. Ja. Met die tafeltennis. In 1989 moet het geweest zijn. In 1989, hè? Ja. 25-jarig jubileum. Met die 25 uur marathon. Okay. Die we gedaan hebben. We hebben 25 uur hier toe getafeld. 25 uur. Oh, dat is ook een hele jaar. Getafeld. Oké. Ja. Ja. En dat ging ontzettend leuk. En het heeft heel veel goodwill, heel veel geld opgeleverd toen ook. Ja. Want we hebben er tegelijkertijd de sponsoractie aan verbonden. En een aantal jaren daarna, ik denk dat het een jaar of 10 geleden is, zijn die meiden Nederlands kampioen geworden. Nederlands kampioen tafeltennis, meisjesteam. Dat zijn een paar hoogtepunten uit de tafeltennis. Mooi en zo. En kijk, dan word je bij zo'n gelegenheid weer aan herinnerd. Daar heb je vandaag hem lekker over gepraat. We hebben over gepraat onder andere. Ja, dat is leuk. Ja. Leuk. En Jan, je tafeltennis nou zelf ook nog steeds, hè? Steeds, ja. En dat blijf ik ook nog wel doen, want ik zeg altijd van tafeltennis kun je doen tot je 80ste, maar ik denk dat het over de 80 ook nog gaat. Maar je doet het nou echt puur voor je plezier? Nee. En ik speel een competitie. Speel een competitie? En nog op een behoorlijk niveau. Jan, jongen, echt waar. Ik sta iedere keer weer versteld van je. Nee, maar dit is leuk. Dit blijft een uitdaging. Dat zit in je, hè? Ja. Je wilt graag doen. En ik wil ook graag winnen. Ja. Nou, dat is een goede insteek. Dat is een goede insteek, toch? Goede insteek. Ja? Ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel. De wandeling naar huis is nu zo heel ver. 100 meter. Ja, succes. Ja. Fijne avond.